Welkom bij een achter de schermen filmpje van Beauty Scene. Is een keer wat anders zonder mijn gezicht in beeld. En dat wil ik ook helemaal niet, want ik ben hartstikke verkouden. Ga ik jullie een stukje laten zien, in stukjes laten zien het kantoor, de beauty zolder zoals ik het noem, van Beauty Scene. Nou, het is zo dat wij natuurlijk heel veel producten krijgen en die gaan we voor jullie uittesten. Na het testen of soms nog tijdens het testen. Zetten we die producten in de kast. En als we ze nodig hebben voor fotografie of dat soort dingen, dan kunnen we ze pakken. Er zijn hier ook heel veel producten die niet direct gereviewd worden, maar bijvoorbeeld gebruikt worden voor een artikel. Stel je voor, we gaan een artikel schrijven over het verstevigen van de huid. Dan kunnen we deze pakken en die dan laten zien in dat artikel. Dat geldt bijvoorbeeld ook als we een artikel over kliniek maken. Stel, we gaan een artikel maken over allemaal hydraterende crèmes. Nou, dan pakken we deze van Chanel erbij. En zo hebben we een heleboel verschillende merken. Het staat soms wel eens netjes op, alfabet, zeg maar. Nou, niet alfabet, maar wel op merk. Maar soms ook helemaal niet. Het is ook behoorlijk, het gaat wel eens een beetje door elkaar. Nou, dit is in ieder geval de afdeling. Volgens mij iets van deodorant en body en hand en lichaam. Hieronder komen we inderdaad op de serie met allemaal huidverzorging. Proberen we hier wat Dior bij elkaar. Maar er staat ook, zoals je ziet, Chanel doorheen. En een leeg doosje van Philosophy, omdat die beneden staat. Omdat ik die dagelijks gebruik om te testen. Lancaster, Estée Lauder. Nou, hier zie je nog een nieuwe producten van Dr. Anders Hans Greuder. Die moeten nog getest worden, zoals jullie zien. Die zijn zelfs nog dicht. Dus dat komt nog. Nou, dan hebben we aan deze kant ook nog een met wat bodyproducten. Zonproducten, haarproducten. Even kijken, ook nog wat gezichtsproducten. Eigenlijk van alles. Bovenop deze kast staat een hele grote mand. En in die mand zitten allerlei foundations. Die ook nog uitgetest moeten gaan worden. Sommige die zijn al wel uitgetest. Maar dan zijn dit bijvoorbeeld de kleuren die niet geschikt waren. Dus die staan er dan wel. En die kunnen we dan nog wel op de foto zetten. Hier bijvoorbeeld nog een kastenset van Leco in de test. Nou, dit zijn een beetje rommelbakjes. Je krijgt wel eens wat losse lipsticks of lipproducten binnen. Of wat losse nagellakjes. Nou, die gooien we dan in deze doosjes. En kunnen we ze dan weer uithalen als we ze nodig hebben. Dat geldt ook voor dit. Dus mascara's bijvoorbeeld. Maar er zit bijvoorbeeld ook een mooi nieuw productjes van Anastasia bij. Dat moet nog verder bekeken worden. En dan wil ik jullie even naar... en hier staan toevallig nu wat producten op die nog gereviewd moeten worden. Er zijn wat geuren. Dan zal ik jullie even meenemen naar de geurenkast. De geurenkast is behoorlijk vol. Het is echt een combinatie van geuren die ik zelf gebruik en geuren die gereviewd zijn of nog moeten worden. En er zijn eigenlijk allemaal geuren die ik wel heb besloten om zelf te bewaren. Soms niet zozeer omdat we ze later nog nodig hebben, want je kunt je voorstellen deze. Bijvoorbeeld voor Armani en dat is hartstikke leuk, maar dat is een eenmalige uitgave. Dus eigenlijk hoef ik die niet meer te bewaren voor Beauty Scene. Want we kunnen er toch eigenlijk niets meer mee. Maar die bewaar ik dan omdat ik hem zelf lekker vind. Favoriete geuren heb ik momenteel niet echt. Ik heb er zoveel die ik heel erg lekker vind. Maar bijvoorbeeld de Coco Noir is natuurlijk heel lekker. Dit zijn nog wat zomergeuren die vooraan staan, maar eigenlijk verder naar achteren moeten. Chanel nummer 19 heeft een hele lekkere bodycream inderdaad. Het is ook een hele mooie geur. Wat hebben jullie nog meer? Er staan hieronder ook nog wat mannengeuren. Nou, ik heb wel een man, maar die is niet zo heel erg van de geuren. Dus het is niet zo dat hij 20 verschillende geurtjes naast elkaar gaat gebruiken. Zo af en toe pak ik dus een keer wat spulletjes. Nou, dit is dus één kast. En dan hebben we er nog één. Die wordt een beetje half geblokkeerd door een paar dozen. En daar staan ook nog wel mooie geuren in. Waaronder bijvoorbeeld deze. Ik hou van Julia Radegan. Deze is de Vengeance Extreme. Maar ook de Flora by Gucci zijn mooie geuren. Van Marc Jacobs, die leuke ringen en zo. Die zijn ook zo schattig. Ja, het is ook altijd lastig om alles weg te gooien. Het is allemaal zo'n mooi spul. Een lekkere body splash van Tom Ford. Is natuurlijk ook een van mijn favorieten. Maar ook een Armani Privé geur. Rose d'Arabie. Ook een hele mooie parfumlijn. Die nog niet in Nederland wordt verkocht. Jammer.
En op die dozen, even op deze kasten, staan wat dozen. En in die dozen staan eigenlijk mijn make-up stashes. Maar nog een beetje een beetje verdeeld naar merken. Dit is een beetje een alles in één doosje met van alles en nog wat. Hier vind je bijvoorbeeld NARS in. En even kijken hoor, dit heb ik net gemaakt. Dat is een doosje met allemaal minis. Altijd wel handig. Hier zie ik een deel van mijn Chanel spulletjes. Maar ook niet alles. Volgens mij zit het ook dan weer in een doosje hieronder. Oh nee, dit is dan Bobbi Brown. En nou, zo heb ik het allemaal een beetje opgedeeld. MAC bijvoorbeeld staat hier weer helemaal niet. Dat komt nog verder. Nou, dit is dan Guerlain en Givenchy. En Dior volgens mij. Ook een mix mengelmoesje. En dan gaan we nog even naar de overkant. Naar de nagellakkast. Dat is dit. De nagellakkast. Er staat eigenlijk niet alleen uit nagellak. Want in deze doos zit inderdaad nagellak. Bijna allemaal. En wat zit erin? Deze doos van Essence. Dit zijn allemaal Essies. En hier zien we een combinatie van Bourjois en OPI. Hier zie ik Co en Herome. En hier zien we de wat luxere merken. Estée Lauder, Chanel, Dior. Nou, zo ziet dat eruit. Ze zijn dus op merk gesorteerd. Deze is ook leuk. Met Deborah Lipman. Op merk gesorteerd. En wat hier ook ligt is een hele doos met allemaal MAC make-upjes die ik nog moet uitzoeken. Want ik probeer ze dan ook weer, dit zijn allemaal eigenlijk een beetje de laatste nieuwe samples die we hebben binnengekregen. Die jullie inmiddels al lang weer gezien hebben. En die moet ik dan nog even uitzoeken. En ja, bijvoorbeeld netjes opruimen waar ze horen. Dus de blushes bij de blushes en mascara's bij de mascara's. Dit zijn mijn persoonlijke MAC stash. En dit zijn dan de Mineralized Skin Finishes. Ben ik fan van. Heel leuk zijn ze. Er staat ook bijvoorbeeld een leuke geurkaars naast van Tom Ford. En nog wat beautyboeken. Oh ja, over beautyboeken gesproken. Van Chanel, die heeft ook hele mooie persdossiers eigenlijk. Persboeken. En die bewaar ik wel. Het is eigenlijk een van de weinige merken waarvan ik het echt bewaar. Maar ze zijn altijd zo mooi en zo prachtig samengesteld. Dat ik het doodzonde vind om ze weg te gooien. En als echte fan ja, wil je dat gewoon bewaren. En ik heb deze ook wel bewaard. Die is van Guerlain, La Petite Robe Noire. Volgens mij heb ik er van Dior ook nog wel een kleur. Die zijn ook vaak heel erg mooi. Maar in deze dozen zie je dus allemaal nagellakjes. Hieronder heb ik ook nog wat beautyboeken. Er zijn nog wat doosjes met nagellak. Bijvoorbeeld een complete collectie van OPI. Die zit dan nog zo netjes ingepakt. Maar weet je, er was nog meer. Want kijk, dit is bijvoorbeeld iets wat ik nog allemaal uit moet zoeken. En dat is natuurlijk allemaal heel erg leuk, maar ook heel veel werk. En uiteindelijk komt het dan ook weer daar in die kasten terecht. Of misschien wel in deze kasten. En misschien moet ik er nog wel een paar kasten bij kopen. Want beneden staan ook nog 1001 dingen. Nou, een klein kijkje achter de schermen met een verkouden stemmetje. En nou, misschien zie ik jullie volgende keer wel en laat ik weer wat anders zien. Wat misschien heel netjes opgeruimd is dan. Doei doei! I've given